Bij het Holi Pagwa of Holifeest staat het hindoeïsme centraal. Het is daarom belangrijk dat wij tijdens deze hoogtijdagen elkaar met respect benaderen. Dat zegt minister Mike Noor Salim van Binnenlandse Zaken in een persbericht. Hij geeft verder aan dat alle religieuze hoogtijdagen een moraal hebben die de mens aan morele waarden en normen herinnert. De bewindsman vraagt aan het volk van Suriname om uit het Holifeest niet alleen hoop te putten, maar ook kracht en inspiratie om telkens naar het hogere en het betere te streven. Ook dat wij met voortvarendheid werken aan het verheffen van ons land en volk. Noor Salim zegt verder dat indien wij een goede wereld willen achterlaten voor ons nageslacht, wij het verduurzamen van onze religieuze verscheidenheid als een plicht moeten zien. De symboliek van de Holika-verbranding is volgens de bewindsman onder meer de reiniging van haatgevoelens, hebzucht, jaloezie en wrok. Wij vieren in Suriname met z'n allen dit feest, sommigen uitbundiger dan anderen. Echter mogen we bij de viering die met stichtelijke holiliederen en muziek tot uiting komt, niet voorbij gaan aan de diepere betekenis van het feest. Aldus Bisa-minister Mike Noor Salim.